In dit filmpje wil ik je laten zien hoe je om moet gaan met het rekenen bij scheikunde. Deze opgave, een auto verbrandt tijdens het rijden 1,0 liter benzine. Hoeveel kubieke decimeter koolstofdioxide komt er vrij? Neem voor benzine de formule C6H14 en gebruik voor de dichtheid de waarde uit Binas tabel 11 en 12. De eerste stap in het chemisch rekenen is altijd de reactievergelijking. Benzine, C6H14, reageert met zuurstof, want het is een verbranding, en er ontstaat koolstofdioxide en water. Als je één molecuul C6H14 hebt, heb je 6 CO2 vanwege de 6 C'tjes in C6H14 en 7 H2O'tjes. 12 zuurstofatomen in het koolstofdioxide en 7 zuurstofatomen in water. Samen 19 zuurstofatomen, hebben we ook 19 zuurstofatomen voor de pijl nodig. 9,5 zuurstofmolecuul, omdat er in C6H14 geen zuurstof zit. We nemen geen halve moleculen, dus 2 C6H14 plus 19 O2, 12 CO2 en 14 H2O. Dat is de totale reactievergelijking. Dan ga je kijken waar je zit in het schema van volume, massa en mol. We beginnen met 1,0 liter, dus dat is volume. En we eindigen met kubieke decimeter koolstofdioxide. Dus ook weer volume. We kunnen niet van volume naar volume, dus we moeten via de massa dan naar de mol, via de molverhouding van mol weer terug naar massa en van massa naar volume van het koolstofdioxide. De eerste stap is dus van volume van het benzine naar de massa van benzine en dat doen we via de dichtheid. In Binas tabel 11 staat de dichtheid van benzine 0,72 x 10 tot de macht 3 kg m-3. m-3 betekent gewoon per kubieke meter. Eerst gaan we de massa verwerken, staat in kilogram. En we willen hem omrekenen naar gram. 1 kilogram is 1000 gram. Dus 0,72 maal 10 tot de macht 3 maal 1000. En dan nog een keertje maal 1000. Dan hebben we de massa in gram. 1 kubieke meter. 1 kubieke meter is hetzelfde als 1000 kubieke decimeter. En 1 kubieke decimeter is hetzelfde als 1 liter. Dus 1 kubieke meter is hetzelfde als 1000 liter. 0,72 maal 10 tot de macht 6 gram gedeeld door 10 tot de macht 3 liter. Nou, het is over 0,72 maal 1000. Dus wel 720 gram. Per liter. We hebben 1 liter, dus dan zijn we ook inderdaad meteen klaar. Dan gaan we van massa naar mol. De molmassa van C6H14, 6 keer 12,01 en 14 keer 1,008 is 86,17. 0,72 maal 10 tot de macht 3 gram keer 1 gedeeld door 86,17 zitten we op 8,355 mol. Dat is de hoeveelheid mol. C6H14. Via de molverhouding komen we dan op de hoeveelheid mol koolstofdioxide. De molverhouding is 2 staat tot 12, oftewel 1 staat tot 6. We hadden net uitgerekend dat we 8,355 mol hebben van de benzine. Keer 12 gedeeld door 2, of gewoon keer 6, is 50,13 mol koolstofdioxide. Dan weten we hoeveel mol koolstofdioxide we hebben. Dan gaan we naar de massa van koolstofdioxide. Via de molmassa, 44,01 gram in 1 mol. We hebben 50,13 mol koolstofdioxide keer 44,01 gedeeld door 1 is 2206 gram koolstofdioxide. Dan zitten we op de massa, dan gaan we naar het volume toe. Via de dichtheid, binnen tabel 12 staat dat koolstofdioxide een dichtheid heeft van 1,986 kilogram per kubieke meter. 1,986 kilogram is hetzelfde als 1,986 keer 1000 gram, gedeeld door 1 kubieke meter. 1 kubieke meter is weer hetzelfde als 10 tot de macht 3 kubieke decimeter. Dus 1,986 keer 1000, gedeeld door 1000, is hetzelfde als 1,986 gram per kubieke decimeter. We weten dus dat 1 kubieke decimeter 1,986 gram weegt. We hebben 2206 gram, dus 1111 kubieke decimeter koolstofdioxide ontstaat er. Dan gaan we kijken naar de significante cijfers. In de vraag staat 1,0 liter, dus twee significante cijfers. In Binas heb je steeds gegevens gevonden van vier significante cijfers. Dat je moet het kleinste aantal significante cijfers nemen, dus 2. Het antwoord is dus niet 1111, maar 1,1 maal 10 tot de macht 3 kubieke decimeter. En dan ben je klaar met het beantwoorden van de vraag.